Hey guys, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag en ik had gewoon weer helemaal zin om te gaan vloggen, dus dat ga ik doen. Jammer dat ik gisteren niet heb gevlogd, ik ben naar de kapper geweest namelijk. Het is echt weer zo mooi. Zoals gewoonlijk ga ik altijd naar Kim in Amsterdam bij Velvet Jungle. I love it, ze heeft het ook helemaal mooi gefeund. Mijn uitgroei is weer lekker weg, dus ik ben er echt mega blij mee. En daarvoor ben ik nog geweest shoppen. Ik heb namelijk een nieuw skipak gekocht. Echt mega blij mee. Ik was met Romy naar die outlet in Amsterdam. Volgens mij is het Amsterdam Style Outlet. En ik heb zo'n mooi skipak gekocht. Ik zal hem wel even laten zien. Hij is beige, of nou ja, off-white, zo heet hij. En hij was echt flink afgeprijsd. Dit is de broek. Echt heel mooi en aansluitend. Ik heb hem in een XS. Ik zal hem straks even aantrekken. Maar dit is hem. Hij was afgeprijsd naar €84 en hij was nieuw €130. We gaan dit jaar namelijk naar Gerlos met vrienden in januari. Echt mega veel zin in, nu al. En ik had vorig jaar een zwart skipak, vind ik ook heel leuk. Waarschijnlijk neem ik die ook gewoon weer mee. Maar ik weet niet, ik zag deze en die kleur is gewoon geweldig. En daar heb ik ook de jas bij gekocht. Mega leuk. Je kan die dingen daar ook afritsen, dan is het een bodywarmer. Maar ja, dat zou ik niet zo snel doen. Super mooi jasje ook. Ik trek hem wel even aan, ook al is het echt bloedheet. Dit is die broek. Hoe mooi zit die? Hij is echt heel hoog. Ik had ook een andere gepast, maar die was echt heel low waist. Mooie zakjes erin. En dan de jas erbij. Ik wil ook nog echt leuke poelies hiervoor kopen. Met apres-ski en zo. Dit is de jas. Echt zo leuk. Dit is dus de ski set. Ik ben er echt mega blij mee. Vooral met die broek. Hij zit echt heel mooi. Achterkant. Misschien dat ik die capuchon er nog afhaal hoor. Ik weet niet. Maar echt grappig. We gingen dus met z'n drieën naar de kapper. We hadden allemaal met z'n drieën tegelijk een afspraak gemaakt. Dat was echt mega gezellig. En dus daarna gingen we nog bij ons wat eten. En toen gingen we daarna naar een feestje. Want het is Alkmaars ontzet dit weekend in Alkmaar. Er zijn dus allemaal leuke feestjes. En we waren dus gisteren naar Bilal en Boef. Maar die ski set heb ik dus gekocht. Die jas was €154 in plaats van €220. Dus die was ook flink afgeprijsd. Oké, ik heb even een snelle outfit change gedaan. Ik was net met twee vriendinnen even hier wat drinken. En die zijn nu naar Alkmaars ontzet. Maar ik heb straks een verjaardag. Dus ik heb nu dit aan. Maar ik twijfel, moet dit met een lange blazer of met een korte? Ik vind het met een korte op zich wel cute. Maar het maakt me ook weer een beetje gekkig of zo. Shortje is van een Zara. Topje van H&M en de blazer is van Refined Department. En ik heb nieuwe laarzen. Misschien op een lichte ondergrond beter. Maar dit zijn ze van Haren. Echt mega leuk met zo'n ritje aan de voorkant. Ze zijn gewoon van echt leer met best wel een grote platform. Die had ik laatst binnengekregen en ik dacht, het staat hier wel leuk bij. Helemaal, het is vandaag maandag en ik ben lekker vrij. Ik hoef mijn jas aan. En ik ga lekker een koffietje drinken met Hanna. Ik heb haar echt al een hele tijd niet gezien en ze gaat binnenkort op vakantie. Dan gaan we even een rondje lopen. Ik heb nu dit aan. Dit bombertje is van Costes. Echt mega leuk. Topjes van de H&M. Broek van Naked. Mijn Rough Studio tas. En mijn Axel Arigato's. Verder moet ik vandaag nog even een cadeautje halen voor Mies. Want die zie ik morgen. En voor een collega. Ik moet morgen weer werken. En dan is zij er ook. En ze was van het weekend jarig. Dus ik ga daarvoor ook even wat halen. Dus ik ga nu gezellig met Hanna even wat drinken. En dan zie ik jullie daarna denk ik. Oké, ik ben weer terug en ik heb de cadeautjes gehaald. Het is inmiddels 4:10 en ik ga straks bij mijn vriend eten. Dus daar rijd ik zo heen. Maar ik ben aan het wachten op een pakketje van Lovies. En ik wil daar nu nog even snel een TikTok mee maken. Maar het zou dus binnen nu een half uur moeten komen. Dus op zich red ik dat wel. Ik zit er dus de hele tijd op te wachten. En ik ben bang dat DHL dan ineens zegt verhinderd of we hebben je gemist. Terwijl ik gewoon net thuis zit. Want ik woon midden in de stad en dat gebeurt zo vaak. Nou, je raadt het al, dat pakket komt maar niet. Dus ik ga nu weg. Ik ga er niet op wachten. Ik vind dat ook een beetje stom. Ik had eerst helemaal geen zin in de herfst. Maar nu ik weer nieuwe herfstoutfitjes heb, heb ik er eigenlijk best wel zin in. Deze jas van Naked heb ik in een video een tijdje geleden laten zien. En ik heb mijn UX weer aan. Het is helemaal niet heel koud, maar ik vind het gewoon lekker. Ik kom net terug van mijn werk en ik heb een pakketje besteld op Vinted. Deze heeft er zo lang over gedaan. Maar ik ga zo met Mies eten bij Heinde en Ver. En daarvoor willen we nog even naar de Jisk en naar de Action. Oeh, hij is nog helemaal nieuw ook. Het is een cropped blazer van de Zara. Ik weet niet of ze hem nog hebben, maar anders kan je deze code scannen. Oh, ik vind hem heel mooi.
Oh, echt heel blij mee. Misschien dat ik hem gewoon nu aandoe, want hij is toch wel nieuw. Oké, ik ga hem even snel omkleden. Mies is hier al bijna. En als het lukt, film ik nog even mijn outfit. Oké, dit heb ik ervan gemaakt. Mies is er al. Ik heb even een hemdje eronder gedaan en hem dicht geknoopt. Nou, het is wel leuk toch? We gaan nu eten bij Heijn en Ver in Alkmaar. Ik heb zo'n leuk outfitje aan, al zeg ik het zelf. Ik zal hem even laten zien. Ik heb dus dit nieuwe vestje besteld bij Tess V. Ik zag dat ze deze nieuw hadden. En ik vind dit dus helemaal geweldig. Ik heb hem gecombineerd met een donkerblauwe broek. Hij lijkt nu zwart, maar echt heel mooi. Ik heb hem een beetje ingestopt. En ik ga nu lekker naar kantoor. Ik moet nog één dagje werken en dan heb ik weekend. Ik moet vandaag ook nog even wat foto's maken bij de kledingwinkel. Maar daarna heb ik eigenlijk vrij. Dus heb ik weekend. Mijn haar is echt zo vet als wat. Dus ik ga het vanavond wassen. Ik wilde het eigenlijk gisteren al doen. Maar ik had geen zin. Maar dit is dus mijn outfitje voor vandaag. Echt mega leuk. Ik twijfel of ik deze ook open. Ja, misschien is dit leuker. Oh, en trouwens. Ik heb ook nog een mega leuk pakket binnengekregen van Lovies. Dus die ga ik binnenkort ook unboxen op mijn TikTok. En daar zit ook een winactie bij. Waarbij je dus 100 euro shoptegoed kunt winnen. Dus check zeker even die winactie. Ik ga nu naar mijn werk. En dan zie ik jullie daarna weer. Ik ben weer thuis. Ik ben helemaal een beetje gaar. Ik heb net Mac gegeten. Ik was best wel laat klaar. Want ik moest natuurlijk ook nog naar mijn andere werk. Dus ik kom echt net pas thuis. Het is nu bijna 8 uur. Het heeft net een beetje geregend. En mijn haar gaat meteen altijd helemaal gek zitten. Ik heb ook een leuk pakketje binnengekregen van de Action. Met allemaal mandjes. Het licht is echt heel slecht. Ik heb geen idee hoe dat kan. Maar dit zijn dus multifunctionele bakjes. En ze zijn helemaal gerecycled. Dus het zijn circulaire mandjes. En er zitten allemaal duurzame producten in ook. Tandpasta. En er zitten ook van die bamboe tandenborstels in. Nou, helemaal leuk. Ik moet zeggen, bijna al mijn organizers zijn allemaal van de Action. Dus dit is echt top. Ik heb deze week echt weinig tijd gehad om mijn was te doen. Om de keuken op te ruimen. Sowieso het hele huis op te ruimen. Ik ga dat morgenochtend doen. En ik moet ook een aantal dingen filmen voor deadlines. Dus ik ga straks lekker snel naar bed. En dan zie ik jullie morgen denk ik weer. Good morning. Het is vandaag vrijdag. En ik ga me lekker klaarmaken met jullie. Dus get ready with me. Ik zie dit soort video's altijd op TikTok. En misschien dat ik dat binnenkort ook een keer wil posten. Voor nu doe ik het even op YouTube nog. Oké, ik heb dus allemaal nieuwe make-up producten. En ik ga eventjes beginnen met primer van Laura Mercier. Sinds ik die gebruik ben ik echt zo fan van hun merk. Dit is de Pure Canvas Primer. Ik ben de laatste dus wat meer into skincare en serums, primers en zo. Voorheen gebruikte ik letterlijk alleen dag- en nachtcreme. Ik merk ook dat mijn huid een stuk meer gehydrateerd is. Want normaal had ik altijd echt een super matte make-up. Maar nu heb ik eigenlijk, als ik mijn make-up afgepoeder, best wel nog een glans in mijn gezicht. Ik doe ook alvast even een lipproduct op. Deze is van First. En dit is de Silk Slip Conditioning Lip Oil. Het is niet echt een olie, het is meer gewoon een balsam. Maar ik vind het zo chill. Er zit ook geen geur of smaakje aan. Zoals je misschien of misschien niet kan zien, ik heb gisteren zelf primer opgedaan. En ik heb dus een nieuwe foundation die echt zo mooi is. Maar die is dus eigenlijk nu te licht. Maar we gaan gewoon even kijken hoe we dat kunnen oplossen met bronzer of zo. Kijk dit verschil, hij is wel iets te licht. Dit is trouwens de foundation van Yves Saint Laurent, de All Hours. Je hebt echt heel weinig nodig. Kijk hoeveel ik nu nog op mijn hand heb zitten. Kijk, dit heb ik nu nog over. En dan deze concealer, ook van Yves Saint Laurent. Waarschijnlijk zie je het al, hij is iets te licht. Maar als ik dus geen zelfverruiner op heb, is deze foundation en concealer echt perfect. En dat vind ik best wel bijzonder, want ik heb het online besteld. Dat is dus altijd een gokje. Dan ga ik door met liquid producten en daarvoor gebruik ik deze blush. Maar ik ben helemaal into blush en liquids. Deze blend ik uit met een Real Technique kwast. Light Layer Complexion. Sinds ik een samenwerking heb met Look Fantastic zijn NARS, Laura Mercier en Bobbi Brown echt mijn favoriete make-up merken geworden. Dan ga ik nu afpoederen en dit is zo'n chill gevoel. Ik heb denk ik echt al 2 of 3 van deze opgemaakt. Dit is de Translucent Powder van Laura Mercier. Oké, ik ga nu bronzer gebruiken, zoals je kan zien. Echt mijn favoriet. Dit is de Bahama Mama bronzer van de Balm. En het liefst gebruik ik dit gewoon over mijn hele gezicht. Dan dit product van Bobbi Brown. Ook één van mijn favorieten. Waarschijnlijk kan je het ook zien, hij is flink gebruikt. Maar dit is de Afternoon Glow. Dit doe ik gewoon lekker op heel veel plekken, dat ik lekker glowy ben. Wat ik vaak ook nog doe, ik pak een klein kwastje en dan doe ik dat zo hier. Alsof ik nog niet genoeg blush op had. Ik gebruik nu de NARS blush in de kleur Behave. En ik geloof dat die liquid ook
Ja, dus dezelfde kleur. Gewoon om het nog weer even een geheel te maken. Als jullie mij al lang volgen, dan weten jullie dat ik voorheen echt nooit blush op had. Ik deed letterlijk alleen contour en highlighter. Maar ik weet niet, ik vind mezelf er zoveel gezonder uitzien als ik het wel op doe. Ik heb gisteren ook mijn wenkbrauwen geverfd. Dus die hoef ik nu bijna niet te tekenen. Maar ik gebruik hiervoor de NYX Brow Pencil. Nou, al deze producten die ik net heb laten zien, die komen allemaal van Look Fantastic. Zoals jullie weten, ik heb het denk ik echt al vaak genoeg gezegd. Maar Look Fantastic is zo'n chille website. Je hebt altijd mega veel korting. En ik heb dus ook altijd een kortingscode. En daar krijg je dus 11% extra korting mee. En dat is dus de code SMEELF. Die is vrijwel altijd geldig. Het is grappig, want vaak als ik zelf iets nodig heb, dan bestel ik gewoon met mijn eigen kortingscode. En ik heb ook een adventskalender net binnengekregen. Dus die ga ik ook unboxen. Dus die kunnen jullie denk ik dinsdag verwachten. Ik ben wat vergeten. Fixing spray. Wat trouwens echt een tip is, als ik net setting spray heb gebruikt en ik wil mijn wimpers doen, dan doe ik altijd een klein beetje poeder op een klein kwastje en dan ga ik over mijn wimpers heen. Als ik dan mijn wimpers ga krullen en mascara op doe, dan blijven mijn wimpers echt de hele dag goed zitten. Ik krul mijn wimpers nog steeds met de Tweezerman wimperkruller. Bij mijn vriend heb ik ook een toilettasje met allemaal make-up producten en ik heb gewoon bijna allemaal dezelfde producten gekocht, zodat ik die als ik daar slaap ook kan gebruiken. En een van de eerste dingen die ik voor daar had gekocht was de wimperkruller. En dan nu de laatste stap en ik denk ook mijn favoriete stap van mijn make-up. Dat is mascara. Ik vind dus dat mijn make-up nooit compleet is zonder mascara. Bij mij is dat gewoon zo'n mega verschil. Nou, clipjes kunnen uit. Ik heb nog een lipproduct, maar ik weet niet of ik dat op ga doen. Want ik vind die lip oil alleen al heel mooi. Nou guys, en dan was dit de Get Ready With Me. Ik denk dat dit wel een leuke toevoeging is aan de vlog. Ik ga gewoon weer een nieuwe weekvlog beginnen. En er komen echt heel veel leuke dingen aan. Of nou ja, één heel groot leuk ding. Ik weet niet of jullie het al een beetje kunnen raden. Maar ik ga er zo snel mogelijk wat meer over vertellen. Maar er komen echt leuke dingen aan. Ik denk dat ik de video ook maar meteen ga afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vond je het leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. En vergeet me niet te volgen op TikTok en Instagram. Er komt trouwens op TikTok een leuke Lovies winactie aan. Ik zei trouwens in de vlog dat ik nog die items ging laten zien. Deze trui is er één van. Maar ga even naar mijn TikTok, want daar laat ik het uitgebreid zien. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei!